enige wat ik moet hebben, is een vrij gevoel. Moet uit mijn ziel komen en daarom kan ik ook, als ik dan een schilder, zo verliefd worden. Een vrouw die half op haar rug, half op haar zij ligt, met lang donker haar, ogen gesloten. Qua emotie zie ik een heftige emotie met dunne flarden van andere emoties die daar doorheen gaan. Zo voel ik dat, zo zie ik dat. Ik heb wel het idee dat hier toch wel somberheid of heftigheid van emoties overheerst. Ik denk dat de kunstenaar in dit schilderij de krachten van de natuur heeft willen vastleggen. De donkere kleuren voor de minder mooie uitingen en de lichte, felle kleuren voor de kracht die eigenlijk niet in woorden te omschrijven is en daardoor in één kunstwerk het mooiste vang is. En ik denk dat kunstenaar heel mooi is gelukt in dit werk. Ik denk dat ik als kind in een beetje een droomwereld leefde. We hadden eigenlijk weinig geld en er ging spelen achter. En had je een fietsenrek, dat was bij de glasfabriek. Er stonden vier van die soort herenhuizen. En dan ging ik in het fietsrek spelen en dan dacht ik dat het een kasteel was. Zo in die fantasiewereld, en dat komt nu ook wel weer een beetje naar voren. Je had daar gewoon jouw wereldje van gemaakt. Ik denk dat dat ook heel bepalend is geweest. Ik denk dat het daar vandaan komt, die creativiteit. Een opwindend gevoel, spannend gevoel, wordt het wat, wordt het niets. Het is niet alleen schilderen, maar ook alles wat eruit komt, uit jezelf. Als ik naar dit fragment kijk van het schilderij, dan heb ik het idee dat de schilderes hier vrijheid mee heeft proberen uit te drukken. Ik krijg hier een heel ruimtelijk vrij gevoel bij. Dat komt waarschijnlijk door de kleuren. Er zit op de een of andere manier toch diepte in. Hoewel je natuurlijk niks concreets ziet in, maar hoe de kleuren, vrolijke kleuren, maar dat lichtblauwe. Voor mij is dat heel ruimtelijk en is dat echt een visualisatie van vrijheid. Het was voor mij meer een uiting, iets wat ik mooi vind of spannend vind of krachtig vind. En daar was ik verbaasd over, vooral over mezelf. Beetje ijdel, vind ik. Maar daar was ik gewoon heel erg verbaasd over mezelf dat ik dat kon. Nog steeds, dan denk ik, hoe kan ik dit doen? En dat is blijkbaar dan toch een soort gave of zo. Het is nooit gepland, het is nooit bedacht. Het is nooit bedacht. Ik ben eigenlijk altijd onzeker. Ik ben mijn leven lang al onzeker.
ook in mijn schilderijen. Uit het begin, dan denk ik, oh. Maar dan heb ik wel de kriebels en dan denk ik, gewoon gaan. Gewoon doen. Ik begin gewoon en dan kijk ik gewoon wat eruit komt. Net als een beeldhouwer is, doe ik dat eigenlijk met schilderen. En dat is eigenlijk best heel zwaar, omdat je geen zekerheid hebt. Dus je bent eigenlijk jezelf steeds aan het verbeteren. Als je bezig bent, nu nog, na 30 jaar, dat ik nog steeds zeg van, oh, en ik kan het niet en ik ben niks. En uiteindelijk dan komt er wel een mooi schilderij uit en dan ben ik heel blij en heel tevreden. Het is altijd een gevecht. Elk schilderij is een gevecht voor mij. Ik zie een landschap. Ik denk een ijslandschap. Het lijkt alsof de kunstenaar vaker geïnspireerd raakt door natuurkrachten. En ik denk hier een vulkaanuitbarsting in te zien. En dit is mooi weergegeven met het contrast met de omgeving die rustgevend en koele kleuren heeft tegen de hete kleuren. En het grote geweld dat in het midden is afgebeeld. Het is echt mijn wildpressionisme. Hoe kan dat, hè? Dat je dan ineens ziet, ja, dat is toch wel mooi. Dat is mijn mooi zijn. Het is echt mijn ding. En ik moet eigenlijk ook niet naar iemand anders kijken, want dat vind ik allemaal prachtig. Maar dan raak ik mijn eigen identiteit kwijt. Dit is wel heel belangrijk, omdat dit een stukje van mezelf is, wat voor mij heel belangrijk is. Dat ik ook iets doe wat dicht bij me zit. Wat ik nooit had gedacht van dat het zo uit zou groeien. Dat is echt een geschenk gewoon. Daar ben ik heel blij mee. Grappig om te zien is van dezelfde kunstenares, maar dan toch heel anders. Je ziet natuurtinten eigenlijk, mostinten, olijfgroen, mosgroen. Hier zit een soort dynamiek van water in dit linksonder in de hoek. En dit is, vind ik eigenlijk dus alweer een soort van serene uitstraling hebben. Ondanks het feit dat je hier wat van die verticale toch wel weer wat gesmijd met verf ziet, is dit wel een hele prettige kleurcombinatie. Die ik
rustgevend is niet het goede woord, maar die ik wel als heel prettig ervaar. Ik ben ook een ziener, tenminste in die zin, die kleuren ook, die zijn ook altijd zo heel erg belangrijk voor me. En vormen, de gekste dingen eigenlijk, maar dat zie je dan toch wel weer terug, dat ik dat mooi vind. Er moet wel altijd iets in staan. Het is eigenlijk niks, maar wel herkenbaar als zijnde een silhouet of wat dan ook. Het gaat niet bewust, dat gaat gewoon in één ding mee, met je gedachten en zien. In dit schilderij zie ik een tweedeling tussen twee werelden, die op allebei op eigen manier enorm expressief en vol emotie zijn. Enorm veel kleurgebruik, enorm chaotisch kleurgebruik. En daarachter en omheen zie ik een omgeving van rust en stilte. Het zou kunnen duiden op steden, het zou kunnen duiden op emotie, dat weet ik niet, maar dat laat je wel verdiepen in het kunstwerk. Maar die is abstract heel snel, heel vlug. En omdat je dat allemaal moet zien, je vliegt over dat doek heen. En dan moet je dat is ook heel geconcentreerd werken. Dat is heel raar. Draai op, nou is die betovering weg. Dan ben je het kwijt. Dus het is een echt zien en dan denk je, oh, nou wordt het wat. Er zit soms laag op laag op laag op. Het soort ijdelheid, dan ben ik blij als mensen mijn werk mooi vinden. Als ze mijn werk mooi vinden, vinden ze mij ook mooi, denk ik dan altijd. Ze kijken met andere ogen naar mij dan. En ik denk, ja, maar ik ben toch gewoon dezelfde beeld nog. Waarom ben ik nu zo anders dan? Ik ben helemaal niet zo verschrikkelijk mensen. Dus als er dan mensen binnenkomen, krijg ik toch meer connectie met die mensen. Als dat ik ze normaal ontmoet. Dus de dingen die ik op het doek zet, dat ik dan eigenlijk een connectie krijg met mensen die dat ook mooi vinden. En dat is heel kostbaar, dus dat brengt een soort gevoel met zich mee. Een soort eenheid. Dat vind ik het wonderlijke.